Ik ben Daisy en ik ben vandaag op pad voor Aghem. Ik ben bij het pluimveebedrijf van de familie Thomassen, waar kakelverse Achterhoekse energie vandaan komt. Hoe dat precies zit, zoeken we vandaag uit. Dag Roy, we zijn hier vandaag bij jou op het bedrijf. Wat ben je aan het doen? Ja, ik ben onze eitjes aan het bijvullen. Eieren van eigen bedrijf. En versen dan hier in de automaat krijg je ze niet. Ja, supermooi. En je verkoopt ook producten van andere ondernemers hier uit de regio. Waarom vind je dat zo belangrijk? Nou ja, de Achterhoek is een krimpregio, wordt gezegd. En wat ik eigenlijk wil met mijn bedrijf is de regionale economie ondersteunen. Dus ik vind het superbelangrijk om met collega's uit de buurt samen te werken. Nou, mooi om te horen. Laten we wat meer van je bedrijf gaan bekijken. Dat is goed. Kom mee. Nou, we lopen hier nu door het weiland. We hadden het net over de regionale producten die jij verkoopt, maar ook je eigen producten die je regionaal verkoopt. Wat doe jij nog meer regionaal qua samenwerking? Nou, naast dat we proberen zoveel mogelijk eieren regionaal proberen te vermarkten, doen wij ook onze boodschappen zoveel als mogelijk regionaal. Dus dat betekent dat onze hennen komen van Te Heerd in Zevenaar. Het voer wat we aan onze kippen geven komt van De Hoop uit Zelm. En de eieren die we niet zelf vermarkten gaan via Gebroeders van Beek uit Wehl naar Albert Heijn. Nou, en natuurlijk onze zonnepanelen, daar werken we samen mee met Aghem. En nu we het toch over zonnepanelen hebben, als je langs je bedrijf rijdt, dan zijn de spandoeken niet te missen. Waar groot op staat, dit is niet zomaar een pluimveebedrijf, maar hier komt kakelverse Achterhoekse energie vandaan. Vertel er eens wat meer over. Ja, dat wil ik graag doen, maar dan zoeken we even een rustige plekje. Want met al dat gekakel van die dames... Lijkt me goed. Ja, we hebben de afgelopen jaren al onze daken volgelegd met zonnepanelen. In totaal ruim 3000 panelen. Daarmee wekken we zeg maar veel meer stroom op dan dat we zelf gebruiken. Daar hebben we de samenwerking met Aghem voor gezocht. Zeker ook omdat de zon, die schijnt natuurlijk niet 24 uur per dag. Maar wij hebben wel op ons bedrijf 24 uur per dag stroomverbruik. Dus de samenwerking met Aghem is eigenlijk als volgt. Op het moment dat de zon volop schijnt, produceren wij veel meer dan dat we zelf nodig hebben. Nou, de stroom die we op dat moment over hebben, leveren wij aan Aghem. En ja, wordt via Aghem zeg maar, ook weer in de Achterhoek aan klanten van Aghem verkocht. Maar op de momenten dat de zon niet schijnt en wij wel stroom gebruiken, kopen wij stroom van Aghem die weer wordt geleverd door andere Achterhoekse energieproducenten. Ja, en het grote voordeel van zonne-energie op onze daken is dat we natuurlijk ontzettend veel dakoppervlak hebben. Je ziet hier een mooie groene wei waar kippen rondscharrelen. En ja, voor mij is eigenlijk het ultieme wat wij doen op dezelfde vierkante meter. Zowel productie van Achterhoekse eieren, maar ook productie van Achterhoekse stroom. En wat is nou jouw toekomstbeeld voor deze regio? Nou ja, mijn ideaalbeeld uiteindelijk zou zijn dat wij, we hebben straks die automaat gezien, dat we daarin nog een keer kaartjes kunnen gaan verkopen met 100 kilowattuur groene stroom van Thomassen, geleverd door Aghem bij u thuis in het stopcontact. Ja, dat lijkt me echt een geweldig idee.